Gerard Graus, gefeliciteerd met je nominatie voor de Stevensprijs. Kun jij een beetje in makkelijke taal uitleggen wat je precies doet? Wat, wat ik in mijn vak vooral doe is dan um, de procedurele kant, het procederen tegen belastingdienst. En um, ja, wie heeft er gelijk? Maar dan is, is deze mij... nominatie eigenlijk wel mooi, want je neemt het nu ook weer op tegen iemand van de belastingdienst. Of <laughs> ja, maar dat, dat is waar. Je bent de oudste genomineerde, wist je dat? Ja, dat wist ik, ja. Maar is ja. het dan een voordeel of een nadeel? Als de jongste de beste is, dan, dan is dat zo. Dat is heel simpel. Of de oudste, of wie dan ook. Op 22 januari aanstaande organiseert Wolters Kluwer de uitreiking van de Stevensprijs 2020. Dat is deze keer een digitaal evenement en u kunt zich er nog voor aanmelden. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat alsjeblieft. En je kunt dan ook je voorkeur voor een van de kandidaten uitbrengen.